Wat leuk aan is het individueel, weet je. Het ligt gewoon aan jou of je wint of niet. Weet je, het is geen teamsport. En ja, je moet het gewoon zelf doen. Ik was 14 jaar toen ik begon met boksen. Heb ik 2 jaar gedaan. En toen, mijn neven, die deden al kickboksen. Dus ik zag het van hun. Ging naar, overstappen naar kickboksen. En sinds 16 ben ik een kickbokser. Waarom ben jij gestart met boksen en ben je niet op voetbal gegaan of zo? Ik ben eerst begonnen met voetbal eigenlijk. Oké. Toen ik heel jong was. Maar dat kon je niet zo goed? Ik vond dat ik het heel goed kon. Okay. Alleen ik kwam niet in de selecties, zeg maar. Toen dacht ik, ik ga wel iets doen wat ik beter in ben. Daarna ging ik eigenlijk boksen. Wanneer ben je goed? Als je wint. Wanneer ben je goed, zeg toch? Ja, als je wint. En als je best doet om te winnen. Hoe word je goed? Ja, je moet sowieso sportief leven, veel trainen, goed op je voeding letten, op je slaap letten. Weet je, zoveel dingen kijken bij. Dus om goed te zijn moet je echt perfect gaan trainen. Jij bent 34 jaar. Ja. Hoe ziet jouw week eruit? Doe jij fulltime kickboksen of werk je er nog bij of hoe gaat het? Ik doe ook beveiliging, maar zeg maar, wanneer ik wedstrijd heb, dan focus ik me alleen op mijn wedstrijd. Dus nu al 1,5 maand ben ik alleen maar gefocust aan mijn wedstrijden. Dus dan werk ik ook niet eigenlijk. Maar als ik 1 keer per jaar wedstrijd krijg, dan moet ik daartussenin wel werken natuurlijk. Maar nu 1,5 maand ben ik 2 keer per dag gaan trainen. En wat voor training doe je dan? Kickboksen en dan kracht of conditie. Komende zaterdag heb jij jouw eerste Glory event. Hoe ziet de week voor het evenement eruit voor jou? Week ervoor is het echt niet heel veel, weet je. Dan moet je veel rusten, want daarvoor hebben we echt alles gedaan. En de laatste week doen we echt alleen een beetje scherp worden. Dus een beetje petsen. Dus eigenlijk een beetje rusten naar de wedstrijd toe. Voeding? Ja, voeding moet altijd goed zijn. Slapen? Slapen altijd, 100%. Slaap is eigenlijk het meest belangrijke, vind ik, bij jouw training, zeg maar, schema. Neem ons eens mee in de wereld van kickboksen, want jij staat nu onder contract bij Glory. Zij organiseren kickboksevenementen, gala's. Heb je ook een bond? Hoe werkt zoiets? Ja, je hebt zoveel organisaties eigenlijk. Hiervoor zat ik bij een andere grote organisatie, One Championship. Maar zoals ik zei, die gaf maar 1 keer per jaar wedstrijd. Dus ja, zo kwam ik niet verder. En toen kwam Glory met een mooie aanbod. Dus heb ik het gelijk aangenomen. Weet je, en Glory geeft dan wel meer kansen aan een vechter, zeg maar. Maar puur als evenement. Je hebt niet zoals met voetbal dat je een competitie hebt. Nee. Het is gewoon puur met evenementen. Je hebt ook sowieso competitie. Want je hebt nu een 4-manstoernooi. Wie dat wint, mag straks titel vechten. En in december heb je 8-manstoernooi. Dat is ook echt een competitie, vind ik. Weet je? Dus je hebt wel competities natuurlijk. Maar je hebt heel veel bonden, maar ja, je hebt 2 grote organisaties. Dat is dan één van de Glory. Jij hebt al heel veel wereldtitels in naam geschreven. Ik heb inderdaad 5 keer, ik ben al 5 wereldkampioen van verschillende bonden. Maar zoals ik zeg, je hebt bepaalde bonden waar je van kampioen van moet zijn. En dan vinden ze je echt een kampioen, snap je? Dus als ik hier een kampioen word, bij Chloe, moet iedereen wel een kampioen nemen. Dan is het heel goed dat ik jou nu geïnterviewd heb, want dan ken ik een hele bekende kickboxer. Ja, inderdaad. Wanneer gaat dat gebeuren? Ik hoop het zo snel mogelijk. Maar? Dan als ik deze toernooi win, ben ik in december kampioen. Ik ben de zwaargewicht. Okay. Ik ben nu zelf 112 kilo. Hoeveel procent is daar spier van? Het is niet zoveel. Okay. Ja, het is wel spier natuurlijk, maar zoveel vet zit er ook niet aan. Maar het is gewoon 50-50, zeg maar. Okay. En dan straks die wedstrijd, ben je dan zenuwachtig? Sowieso heb je altijd zenuwachtig. Je hebt gezonde zenuwen, noemen we dat dan. Weet je, totdat je de eerste stoot uitgeeft krijgt, is de zenuw helemaal voorbij. Oh echt? Ja, totdat je het, zeg maar, in de ring voel je hem nog een beetje. Maar als je de ring gaat, bel gaat en je geeft de stoot of je krijgt de stoot, dan ga je ervoor. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Dan is het gelijk omschakelen en probeert de partij te winnen. Hè? Heb je dan nog enigszins respect voor wat er voor je staat? Tuurlijk, ja, ik heb altijd respect voor mijn tegenstanders. Dat sowieso. Maar ze gaan maar wel dan ga je nu rustig gaan doen of zo. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat ga je niet doen. Want dan wil je jezelf ook neerhalen. Weet jij wie je tegenstander is? Wat ik heb gehoord is dat hij een talent is. Voor de rest heb ik niet veel over hem kunnen vinden op YouTube. Dus. Wat is je allergrootste droom op het gebied van kickboksen? Ja, op dit moment gewoon Glory kampioen worden.
En dat gaat lukken. En dat gaat, ik hoop zo snel mogelijk. Je weet niet op wat voor termijn, maar het gaat sowieso lukken. Het gaat lukken. Sowieso, ja, 100%. Zo, kijk, ik ben 5 verschillende bonden. Deze zei ik hetzelfde, ik wil de kampioen worden. Ik ben het ook geworden, zeg maar. En nu gaat het ook lukken.